Dus ja, zolder, ja. We gaan zolder even verbouwen, want het staat niet naar mijn wens. Ze gaan een beetje kindvriendelijk maken, een soort ruimte om te spelen. Zo, zieke boeg, liggen. Ze is nog steeds ziek van de keelman. De laatste dag dat hij bij mama mag liggen, heb ik gezegd. Ja, nou, we gaan dus even omgooien. Wat hier, vooral hier ruim voor het raam creëren, dat ze hier kunnen gaan spelen. En dan, ja, wat rotzooi eraf gooien. Het is weer een puinhoop. Ik dacht dat daar een zieke boeg was. Was je niet ziek, Jason? Ben je niet ziek? Nee? Nou, dan kan je naar je bed, hè? Kom maar, dan gaan we naar bed. Je bent toch niet ziek? Nee. Dan kom, ziek. Ja, wat nee, nee. Ik ben ziek. Ben je dan een keer wel ziek? Oh, god, zie je, jongetje is ziek. Nou. Liggen. Hap dan. Liggen. Ja. In bed. Ik heb je gezegd, hè, jongen. In bed. Gaan. Moet papa je helpen? Hes. Op. Daar gaat hij toch liggen. Bed? Ja. Nee, is het kindje met het bed. Ja, precies. Ah, waar ben jij nou? Ik zie. Oh, dus wat moet je dan? Goed zo, nou als jij dan blijft liggen, kan papi de rest een beetje opruimen. Zo. Zeg. Nou, dat dacht ik zo te draaien. Even kijken, dan kan ik nog een stuk naar achteren. Dan moet ik eerst de andere deur even weg. Zo. Zo. En dan die draaien. Red ik dat hier? Ja. Ja, de koe is zo groot, hè? Dus jij past hier makkelijk onder. Is toch groter dan ik dacht. Wat? Voilà. Speelkasteel. Hallo. Die hebben we daar ergens kwijt, als het staat. Die kist. Jason. Slaap. Geef de kist. Speel de kist. Die was bij dat kasteel. Wat hebben mensen toch veel rotzooi, hè, mensen? Feestje. Wow. Heel veel rotzooi. Zou de kerstspullen hier niet gehad had in de hoek, had ook meer ruimte gehad. Ja. Hè? Vijf televisies. Moet je ermee. Ah, wat leuk! Allereerste schoentjes. Ah, wat zijn we grappen. Het zijn allereerste schoentjes. Jason, heb je aan gehad? Pas je die nog? Pas je die nog? Pauweer eens. Ja. Zeg maar, jong, bingo. En krijg je hem aan? Pas je hem? Ja, zeg maar. Doe je voeten maar in. Volgens mij hoort hij de andere voet, schat. Ja. Zou die andere voet kleiner zijn? Past die? Kijk, natuurlijk. Nee, past niet. Past niet. Ah, nou, fijn. Mooie conclusie. Ja. Zo, dan ga ik eventjes even roepen naar de groentekaas. Even kijken hoe die dan doet. Zo zie ik heel tijd. Auw, staat nou weer op. Kijk, dit is Paatstra. Het is niet handig, hè, dit. Dan zeg ik, dan kom je op de truit. Ik was er zo fijn te kijken. Ik dacht, gezellig hoor. Al als een video is toch misschien makkelijker. Zo. Ja. Ik zit alleen hiermee. Het ziet er wel krap in dit. Nee, dat schijnt niet aan. Dan moet ik er zo doorheen. Ja, dan maakt dat uit. Zo, dat is te breed.
Ja, ja. Nou, wat vergeet. Moet je nou eens zien. Klopt het er ook zo doorheen? Zo. Ja. En als ik dat kan, wil jij dat ook hebben. Nou, dan moet het zeker kunnen, ja. Ja. Oh ja, gelijk. Ik moet even wat gaan doen. Hier is wat shit, hè. Ik ben alweer al uit. En Jason, leuk? Juist. Daar op de grond ligt mijn toetsenbord. Nog een wat? Daar op de grond. Ja, ik geef je dit wel. Nee, ik heb mijn toetsenbord nodig. Hoezo? Hier heb je gesloopt. Krijg je wel tankje. Ik haal een buren. En hij installeert hem bij zichzelf. Als ik jou mag geloven, dan sloop ik alles. Ja, maar je bent gewoon Mr. Sloop. Dus pak gewoon bij deze. Want daar zitten pilletjes onder. Kan ik hem omhoog zetten? Dat begint toch niet. Als je maar zit bij deze, omdat hij te onderuit gesloopt. Ook al? Ja, waarom moet ik met die pilletjes eronder? Dan zit je wat hoger. Ja, dan zit je wat hoger. Nee, ik heb mijn eigen toetsenbord, maar daar ben ik aan gewend. Ja, ja, nee, deze was je vorige aan gewend. Dus ja, is en jij mooi. Komt hier nooit, dus wat zeur je nou? Die zou hem houden. Ja, onthoud het maar. Morgenochtend om 9 uur, hier op kantoor. Kan je vergeten, morgen ja, is Melanie time. Ja, zo is het ook Melanie time. Zie je? Ik haal wel een nieuwe. Ja, alweer een nieuwe. Ik wel, ik sloop niks. Ja, gaat toch weg. Zo. Die naar achteren. En een moes. Mm-hmm. Misschien moet je opstaan, dan ga je lopen. Hij doet het goed zo. Ja. Jason, mama is een zeikert, hè? Nee. Wat nee? Jason, is papa gek? Ja. Ik ga je naar bed brengen, jongen, want ben je heel zat. Come on. Yeah. Met music gaat alles beter. Ik geloof niet dat ik er veel bij me opgeschoten, mensen. Voor mezelf nog minder. Dan ging ze voornamelijk op het monitor hè, met de zon en alles wat ik zo zeg maar, in het raam de weerspiegeling van mezelf zag. En ik zie mezelf niet zo graag. En dat ik natuurlijk kan uitkijken hier op dit stuk voornamelijk. Dat jullie nou net niet zien hier. Een prachtig stukje waar de kinderen even kunnen gaan spelen. Maar anders moet je een keer omdraaien. En dan kan ik gewoon links en rechts kijken. Dus dat is wel een voordeel. Maar ik geloof dat ik heel veel werk verricht heb voor heel weinig resultaat. Maar goed, we gaan door. Goed zo. Doe die andere stekker er ook maar in. Nee, die gaat niet helemaal werken. Dat is die van de contactdoos zelf. Dat is niet helemaal. Daar achterin, dat is nog een stekker, daar. Nee, daar achterin, Jason, daar achterin. Andere achterin. Kijk eens naast je, daar ligt nog een zwarte stekker. Daar, juist. Dat is een zwarte stekker. Stopt die er ook maar ergens in. Goed zo, druk maar goed aan. Die deur is toch. Dat gaat niet werken. Hoor. Wat zijn we aan het doen, Jason? Hé, hey, wil je er vanaf blijven? Nou, dit is zo ongeveer geworden dus. We zijn ermee opgeschoten. Want het idee is dat ik dus hier ga zitten. Dan kan ik zo... Daar naar kijken, zo de kinderen in de gaten houden. Het bed moeten we nog even kwast afdraaien. En wat een rotzooi eigenlijk, hè. Ik wil gewoon een miljoentje winnen, vind je niet? Ja. Als ik een miljoentje win, kan ik gewoon een normaal bureau aanschaffen. Dan wil je nagaan, hè? Ik had hem bijna, daar. Daar achterin, daar viel die. De postcode loterij Kanjer. Kijk zo naar de straat toe. En wat heb ik? Niks. Maar gelukkig ben ik gelukkig in de liefde, hè, schat. Waar je toch die slijmbal. Ja, goed hè. Kusje. Ja. Dan gaan we hier op beeld zetten. Kijk ook kinderen naar. Oh. Ja, dat kan we overruimen weer op. Dan zien we dat toch niet meer. Ja, die moet maar ergens neerzetten. Jongens, wat een pestbende. En we kunnen voortaan televisie kijken hier. Dat is ook wel fijn. Tenminste, jij kan televisie kijken. Wat ben jij aan doen, Jason? Werken. Aan werken, goed zo. Nou, onze directeur zit al hier. Dat wordt dadelijk de vervanger. Of ik er heel blij mee moet zijn, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo. Koelkastje. Ja, dus dat is zeg maar mijn terrein. Tot hier komen de kinderen en niet verder. En hier kunnen dan de kindjes spelen. Maar ja, ze wordt zo'n grote keuken. Dus dat is aan de chef vragen. Wat vind je ervan, Jason?
Is dit mooi geworden? Ja? Ja. Hoe vind je het nou geworden, Jason? Ik ziek ben. Oh, ben je ziek? Ben je hoe vind je het nou geworden dat het bed zo staat? Nou, geen vind je nou wat mooier? Ja, mooier. Nou, ik moet toegeven. Ja, ook voor de logeers, zeker van je ouders hebben. Ze zijn toch al op leeftijd. Ja, kunnen ze bij de kant. Kunnen ze makkelijker in en uitstappen. Televisie neerzetten, kan je tv kijken hier. Dat niet alleen, ja. Even en, kijken voor een kastje van hier. Maar alsof ik zelf er helpen heb. God. Nou ja, goed. We hebben het hier al zo gedaan. Nou ja, dat moet zomaar weer doen, hè, Jason. Jij moet zorgen dat papa eens een keer een miljoen wint. Kan je daarvoor zorgen? Ja? Doe eens dan. Heb jij speciale krachten? Ja. Oeh, heb jij speciale krachten? Dan gebruik je dan eens een keertje. Ga je slapen? Het is toch wel een lange avond dan, hè, zo. Ik zou blij zijn als je dadelijk beter bent. Dan kan je gewoon weer normaal je eigen ritme aanhouden, hè. Zeker. Nou ja, doe je ook eens meneer lekker slapen. Zeg maar dag, mensen. Dag, mensen. Tot de volgende keer. Volgende keer. Toedeloe. Toedeloe. Dag. Dag. Tot ziens. Tot ziens. Auf Wiedersehen. Ja. Ouwe vaar. Ouwe. Krijg de kloten. Kloten. Nee, dat leer je zo'n kind nog niet. Een stuk aas zo.